Oprecht, mooie toetsenborden gekregen van Coolmaster. Mooie muis. Mooie muis, mooi muismatje. Mooie petten. We hebben zelfs snapbacks. Ja, beter dan Snapchat, ook al is dat de hype van tegenwoordig. Maar Fasher en Nick, de Endpoint Boys, winnen gewoon haast deze ronde. Bodin als laatste over 1-2. Beide spelers zijn redelijk one-shottable als hij gewoon geen muurtje ertussen heeft. Maar het is wel lastig. Het was een 3-2. We deden een sell-out en in één keer ging het helemaal fout. Fasher maakt het al 4 kills voor hem deze ronde. En ze maakten er 3-2 van. Hot diggity damn. Ja. Het is de kluts van de heren van Endpoint. Gaan inderdaad samen, gaan beide in de UK spelen. Voor voorgenoemde org, Endpoint. En daarmee komt ook helaas de Leonid line-up zoals wij die kennen. Zoals we die kenden, ten einde. Maar ja, het is niet anders. Klaes met de opening kill op Masti. Wordt dan meteen gerefract door Infernal. En dan vindt Bowen zich hier in Ameen, in Hut. Eigenlijk niet Hut, eigenlijk. Oh. Kinzo met de MAC-10. Hij denkt, jij hebt een hele kleine MAC-10. Ik heb er een wat meer kogels, dus daar kan ik ook wel meer werk mee doen. Fasher van boven, smokt zijn eigen teammates af. Super tactisch. En zorgt ervoor dat in ieder geval de bom kan worden geplant. Ameen is niet helemaal goed afgesmokt. Het is niet helemaal goed afgemollied. En daarmee is het een Benelux ronde. Convix gisteren helemaal de tyfus. Is waarschijnlijk wat chagrijnig. En is alleen Nigel nog over. Heeft een swag save. En ziet daar een rood knipperende Convix om het hoekje staan. Nou, eigenlijk hoop ik dat hij dat niet ziet. Want Yannick maakt hem dan af. 3-3. 3 AK's gesaved. Geld op het rekeningetje. En een fidget spinner die naast me draait. Gestaag door. Draai helemaal door je van, hè. Maar 3-3 en aangezien de jongens van Geldwolven de pistool hebben verloren, is het dus, betekent dat ze eigenlijk nu elke ronde hebben gepakt sinds ze die pistool hebben verloren. Ja, het is allemaal een beetje gek. Het was een klein pingpong rondje waar het heen en weer ging. En voor de rest is het nu dus al in de handen van de Geldwolven die hier... lekker aan het spelen zijn. Wachten op die eerste frags. Oh, Infernal met een lekker tappetje. Hoef je eraf van Fasher, de FPL-speler. De enige FPL-speler die hier in de zaal aanwezig is. Wat ik heb vernomen, oftewel zijn eigen bron. En we zien dat er nog één man in het moet komen. Dat is Dan Janik. En die sterft dan ook aan Infernal met die P250. Ondertussen heeft Conflict dan wel al een entry op de A-site. Klaas komt dan een smogger die uit de fence komt. Hem dan ook. Nee, dat was Kinzo. 3-2. Nigel heeft een AK. Die gaat hij waarschijnlijk gewoon 7. En volgens mij kan Infernal zelfs ook nog een gun pakken daar in de lobby. Terwijl Nigel daar een mooie tap geeft aan Kinzo. 2-2 situatie, maar de bom tikt al zover dat ze niet meer gaan kunnen retaken. Lekker gaan 7. En Infernal nog als enige een beetje gaat hunten. Kijk of hij kill kan pakken. Nou, die kill die gepakt wordt is op hem. Het is 4-3. Het voordeel voor de terrorists. Ja. Klaas moet wat doorrennen trouwens. Convict gaat dan zichzelf vrijstellen via helemaal buiten. En bijna terug naar T-spawn. En dan is dat de vierde ronde alweer voor de jongens van Geldwolven. En dan kan Vanguard Esports nou, eindelijk weer kopen. Nigel had nog even ergens een AK vandaan gesalvaged. Gaan we eens even kijken of Vanguard Esport Belgium wat kan doen aan de toch wel 4 ronde streak inmiddels alweer van jongens van Geldwolven. Lijkt niet echt een hele harde aggressive play te worden hier nu. Iets meer de kat in de boom gekeken. Ze hebben één speler, dat is Kinzo, die richting buiten gooit een flash, gooit een molotov. Laat in ieder geval weten dat daar iemand aanwezig is. En valt dan weer terug om samen met zijn team wat te kunnen gaan ondernemen. Ze lopen gewoon de hut uit zonder flesjes. Yannick en zijn maatjes proberen in te staan. Het lukt ook wel een beetje, maar er wordt wel heel erg goed getraind door de CT's. En dat betekent dat het 4-4 wordt. En nog 3 man in leven, dus die guns kunnen worden gedropt. Net geen AK opgepakt voor Masti. Maar ja, liever dat hij geen AK op kan pakken dan geen hele ronde. Dus je moet blij zijn met wat je krijgt. Geen gegeven
paard in de bek kijken. Terzij je denkt dat hij kiespijn heeft, dan is misschien wel aan te bevelen. Dan kan hij naar de tandarts. Terwijl er creatief met kunst wordt gedaan door de heren van Geldwolven. Die tot mijn verrassing nog geen SMG's of shotguns hebben. Waar ze ook behoorlijk wat geld mee in binnen kunnen harken aan killbonus. We zien dat Fasje dan een entry heeft. Bonin dan gaat naar hem. Pakt hem dan mid-jump met een leuke headshot in de spray. Toch wel een ding wat ik niet zomaar zou kunnen doen. En als het gebeurt dat het eigenlijk pure RNG en luck was. Zelfreflectie. Zelfreflectie, heel mooi. Ja, nee, het is mooi om dit mee te maken. 4-4 op dit moment. Config heeft dan alleen een Galil. Kan ook die AK van Fashion niet echt op gaan halen, want die ligt letterlijk ergens in yard. Die ligt bovenop die rafters bij Heaven. En als je heen gaat, kans is dat je gewoon doodgaat. De ramp wordt erg passief afgehouden. Eentje zit in hel, eentje zit in de ramp. En die in hel gaat dood, dat is Nigel. Dan heb je Masti die daar nog zit, maar ze gaan gewoon naar Heaven. Ze denken, oh, laat maar. We gaan gewoon naar A. We gaan splitten, want ze hebben waarschijnlijk iemand in de fans gegooid en die moet dan weer terug rotaten. En dat is ook zo. Infernal en Bodin zitten dicht bij die fans en Bodin moet nu weer naar boven komen. En dat is in het voordeel van de Geldwolven, waar Klaas gewoon met de Glock 2 kills weet te pakken. Masti als laatste over, die kan dan Klaas om het hoekje omkomen. Dan heb je Yannick 1 tegen 1 situatie. Yannick heeft een positional advantage, want hij weet waar Masti is. Zit dan ook daar het hoofdje, de ras. Spetteren. Spetter, spetter, spater. Halen een ronde later. Want zij gaan nu naar de vijfde. Vijf op de T-side. Leuk. Vroeger had je hier eigenlijk al de match gewonnen. Maar na de remake is het toch iets wat anders. Correct. Volledig eco nu voor de jongens van de Vanguard East. Ik zie wel een paar Pieter Fitsjes. Ik zie een 5-7. En een smoke. En ik zeg volledig eco. Maar dat wordt eigenlijk helemaal onderuit gehaald. Nu gewoon kijk. Ik zie ook twee keer voor die armor werken. Ik zie een Inferno. Fasher dan op Bowen. Kan niet harder achter de Redbin. Fasher is te snel daar op Syro. Inferno gaat dan nu je main afhouden. Pak dan de eerste kill. Pak dan ook de tweede kill op Kinzone. Zo, Yannick. Heeft dan wel een kill gepakt. Deze met twee kills. Wordt dan ook weer getraind door Masti. Eigenlijk gaat hier gewoon veel te veel man dood van Endpoint. Oh, Dion ziet hem niet. 4-3. Oh, je zag hem! Je zag hem! Ik hoor het kind zo al roepen. Je zag hem beneden! Nee, dat is echt hoe het gebeurde. Je zag hem gewoon aan de schrikreactie van, oh shit, kind zo roept weer tegen me. En nou zie je hem staan van, hè? Maar ik zag hem echt niet, hoor. Maar dat is vaak omdat je meer gefocust bent op je corsair en wat daaromheen gebeurt dan wat er onder je wapen zit. En hij is wel FPL spelen natuurlijk. Hij is wel FPL, dus eigenlijk moet ik niet doen alsof ik weet wat hij denkt. Want hij is gewoon ongeveer half keer beter dan ik. Niet heel veel meer. Oh god, fucking fidget spinner. Een drama. Ik weet niet waarom iemand ooit heeft bedacht van GamesUp om dat mee te nemen. Als ik weet wie dat is. Wat zei je, productie meneer? Het is de productie. Meneer is een fidget spinner. Ik durf niet meer hier te werken. Spogger pakt dan wel vast twee kills, wordt getraind. Maar Nigel met de Squax even vanaf het dakje weet dan op magische wijze twee kills te halen. Zelfs eentje van wat langere afstand. En dan gaat Masti het uiteindelijk beslecht in het voordeel van Vanguard Esports Belgium. Pakt een kill op een FPL speler. Nou, dat gaat hij op zijn Steam profiel zetten. Gaat hem ook... Nee, dat zou jij doen. Sowieso. I killed an FPL player. Monk at the camera. Triple. Maar nu zijn de terroristen dan een keer aan het ecoën. Ze hebben al 6 rondes, dus wat dat betreft gaat het prima, gaat het lekker. Nou, op dit moment even een klink in de kabel. Een kink in de kabel of een klink in de kabel? Bijna. En Bonin loopt daar zonder gun uit en dat is een beetje random en een beetje erg onhandig. Dat betekent dat... Nou, sorry, waar kijk je naar? Vanguard Esports België speelde steeds zo goed en dan in deze ronde geeft ze twee easy kills weg. En dat is wel teleurstellend. Fasher krijgt zelfs nog een beetje van zijn teammate wat distraction. Hè? Maar, sorry. Maar jongens, is de teamspeak uitgevallen of wat is hier gaande? I snap it not. I snapped it nothing from. Maar ja, de zevende ronde hier van Terrors is eco. Hè? Geen armor. Alleen een paar upgraded pistols. En ja, oké.
Ja, Titikai Knox, je verwoordt eigenlijk exact wat ik ook voel op dit moment. Wat is hier gaande? Question mark, question waar mark, kijk question ik naar? Mark. Maar het is ook echt gewoon één persoon staat met zijn knife aan. Oké, dat is echt dom. De andere kijkt de verkeerde kant op. De andere kijkt de verkeerde kant op. De andere kijkt de verkeerde kant op. De laatste kijkt de verkeerde kant op. Er wordt gewoon niks gekleerd en niks gekeken waar ze moeten kijken. En er wordt gewoon niks qua communicatie gedaan blijkbaar. En allemaal, hè? Maar hoe kan dat? Jongens, hij zit gewoon hoog. Hij zit hoog. Hoezo hou je dat niet? Maar ja, Vanguard BE nu. Fesje zit gewoon weer in hoog. Over hoog gesproken inderdaad. Fesje die zit daar hoog en droog. En die gaat nu nog maar weer eventjes rustig en richting die bomsite lopen. Weet dan nu inmiddels dat er iemand in Gerrit zit. Die kill in ieder geval probeert te bakken. Nou, dat is Kinzo dan die dat voor hem oplost. En Fesje gaat maar weer voor de oude vertrouwde piek richting A. En deze keer is het Fesje die het moet beslechten. Oh, Fidget binnen vliegt weer bijna door de zaal. Smogger pakt daar de Pieter 50 kill op Fesje. En nu lijkt de bom richting B te gaan. Kinzo is degene die dat ding op zijn rug heeft. En nu via control room probeert zijn weg te maken richting de B-bomsite. Oh, maar het duurt te lang. Of toch net niet. Nee, want Nigel schiet te vroeg. En niet accuraat genoeg. Premature ejaculation. Kinzo wordt bijna gekild daar door de smoke. Maar de smogger kan het niet afmaken. Kinzo doet dat in tegenstelling tot hem wel. En Infernal heeft weer een kill te pakken, maar weer is deze ronde al haast voorbij. Weer kan hij het niet helemaal in zijn eentje doen. Dat terwijl hij met die PT50 al heel veel kills had en nu dus met de FAMAS. Kinzo kijkt, Kinzo wacht, of Engel ga je natuurlijk nooit verwachten. Ik zou tilt zijn en Kinzo heeft daar gewoon 4 kills. Dat is gewoon puur omdat hij alles repeakt als een of andere gek. En toevallig voor hem werkt. Terwijl als iemand het bij hem zou doen, waar piek je dat? Ja. Welkom in de Benelux, zullen we dat maar zeggen. Terwijl je Infernal al op 14 kills heeft, doet hard zijn best, maar het mag nog niet baten. Hij is de topfragger van de server en het lijkt nu een outside collective pushje zijn. Waar Kinzo dan staat met een AWP, niet het beste wapen om het af te houden, als je niet eens kan no-scopen. Infernal pakt dan de kill op hem weer, eentje met de PT-50 van hem. Sorry voor het bijgeluid, er is een funkopper bezig op de mainstage waar wij relatief naast zitten. En dan heb je in één keer nog een redelijk clean ronde. Alleen Kinzo die dood was. En volgens mij is de AWP nog gesaved door Klaas. En Kinzo die is er wel bang door. Ik zou het ook wel ernstig vinden. 9 rondes op T-set zou ik daarentegen, als ik dat zou spelen, op dit moment niet heel bang van worden. Dat gaat goed. Dat gaat lekker. 5 M4's aan de kant van Vanguard Esports Belgium. Op dit moment weinig molotovs. Dus een snelle push kan niet echt afgehouden worden. We zien die smogger, spot dan een hutje. Killtank Glaze die daar, ik weet niet wat precies dat te doen, maar Kinzo en Fesher zijn dan in ieder geval nog de twee spelers die beide een kill pakken. Fesher loopt even Armeen in. Delete dan smogger van de server. Delete het. Jannik gaat die bom planten en dan is het Fesher die de relatief easy kill pakt op Masti. Die de plant probeert te denyen, maar daar niet in slaagt. Dan is het 10-5. Op die site hier, de eerste map. En dan gaat dat eigenlijk op dit moment vrij soepel voor Geldwolven. Inderdeed. 10-5 en... nou gast, hou op. Die mensen kunnen het waarschijnlijk net zo weinig appreciëren als ik met een fitje spinner qua geluid erbij. Please, you're triggering me. Sander, zeg er wat van. Sander is onze productie, meneer, voor de mensen die het niet weten. En hij kan in ons oor fluisteren wat jullie niet horen. Terwijl we dan een 5x armor zien op de Geldwolven. Die net voor deze LAN nog eventjes een roster swap hebben moeten ondergaan. Aangezien Jules Revo geen vervoer kon fixen. Dus niet naar deze LAN kon komen. En Convic, de man hier op uw scherm, de rennende stier was. Ondertussen wordt het een A-push waar Klaas meteen afsterft. En er zelfs nog van boven wordt geschoten Don Juan. De kogel in zachte hoofd. Dan zit er nog een man in hoog, maar die kan op het moment nog vrij weinig doen. De bom wordt geplant af. De plant wordt ingenomen met 5 spelers. En daar is Fashir, ook Fashir, gedood. Er wordt gevraagd welke mappik. Dit is de mappik van Vanguard Esports. Smogger met de Pieter 50 kill. Infernal met de Pieter 50 kill op natuurlijk. En dan is het een clean sweep van Vanguard Esports Belgium. En dan...
Ja, ik moest even heel boos kijken, want hij was weer bijna aan het spinneren. Want iemand anders was het met me eens. En één kijker die het zegt is voor mij genoeg om mijn moordneigingen te te accepteren. Te bevestigen dat het goed is. Terwijl er nu een push volgt richting Ramp Room. Wel een counterflash van Nigel. Maar ik kan er nog niet heel veel meer mee doen dan sterven en één kill pakken. Smogger en Masti doen het wel beter. Beetje tag team. We pakken in totaal nu 3. Dan gaat uiteindelijk ook Klaas dood. En is het in één keer 10-7. Dan gaat het snel. Ze komen dichterbij en dichterbij. Ik hoor een schreeuw uit het publiek. Wat meestal voor mij boekdelen spreekt. Het is nu een eco voor de heren van de geldwolfjes. Zijn het dan ook grote boze geldwolven of niet? Nee, want volgens mij zijn Klaas, Yannick en Kinzo alle 3 niet zo heel lang. Lucrevo is er niet. Fasher is ook echt een tandenstoker. Dus, goed, nou, Tol is maar wat in elkaar geslagen naar deze kant. Ja, kom maar op. Masti en Smogger met de entry frags. Infernal gaat eens keer dood zonder een kill te pakken met de PT-50. Terwijl Poning vanaf de outside komt, 2 kills pakt en daarmee de 8e ronde verzekerd. 3 man blijven leven, een lekker cashje. En we gaan hard. Ja, en dan komt er nu een buyround aan waarin Emcon wel goede guns hebben. Emcon speelt niet deze damage. Geldwolven. Ik zei het net ook al bijna. Helemaal in de BO3 van de vorige. Maar, geldwolven dus. Mac-10 op dit moment nog van Nigel. Waar gaat Nigel met die Mac-10 naartoe rennen? Die gaat Hut uitrennen en spot hij dan. Ja, die spot zo. Die spot hij zeker. En die, spot de man als spot. Zorgt er ook voor dat zijn voorhoofd het niet meer helemaal doet. Kruis, down and out. Maar bom is down gegaan nu op de A-bomb site. Kinzo en Fasher gaan proberen te retaken via mijn... Oh, Convict is daar ook bij. En lijkt erop dat de safe call gecalled wordt. En dat er in ieder geval niet meer gepusht gaat worden. Of in ieder geval niet meer geprobeerd wordt om te retaken. Nee, ze blijven lekker rustig met z'n drietjes. Willen die M4'tjes houden. Kunnen volgende ronde niet één... Of wel, even kijken. Ja, kunnen er... 1 en 4 droppen voor een teammate, misschien zelfs 2 als ze een beetje leuk spelen. Oh nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn rekenkunsten zijn niet zo sterk vandaag. Het wordt al later, wij zitten hier al sinds vroeg. Ik ben hier zelfs al sinds donderdag. Het is een echte try-hard. Try-hard. En dan zien we toch wel een leuke buy in Swag 7 en een CC die de M4's moeten complimenteren. En aan de andere kant hebben we gewoon AK'tjes, geen AWP. Dat is hem allemaal een beetje te sloom voor Vanguard Esports Belgium volgens mij. Heb je Fasher die meteen agressief gaat pieken en die M4 even neerlegt. En dan denkt Don Juan of Klaas, dank u vriendelijk. Klaas pakt hem op. Heeft vrij weinig utility, maar nu wel die M4 in plaats van de Swag 7. Ja, Bowen daar op 23 HP geschoten. Was zelfs eerst nog early gehit met een grenade, dus... impressief dat hij daar die duel nog kan winnen. Kinzo spot dan hier in ieder geval één man. Die komt te diep. Wat betekent dat ze daar gewoon doorheen kunnen lopen. Inferno pakt dan de headshot op Kinzo. Dan is het weer 3-5. Yannick dropt dan naar beneden daar. Bowen staat daar eigenlijk rustig op te wachten. En dan is het Kreis. Die dan uiteindelijk toch wel Bowen killt. Maar de rest van de enemies zitten inmiddels op. Hey, behalve die last bullet in het voorhoofd van Smogger. 2-3 op dit moment. Bom is zojuist down gegaan, 40 seconden. En Kreis heeft wel een kit. Perfect. Dan vanaf ramp en is het Masti met een mooie headshot. En dan ook de laatste kill op Kreis. En dat maakt het 10-10 voor Vanguard Esports Belgium. Die op dit moment op de T-site ermee aan het wegrennen zijn. En als het dan weer op gelijke hoogte is en Vanguard Esports Belgium zoveel geld heeft, heb je redelijk veel moeite om dat van hun af te pakken. Het leek een beetje een city-sided map vroeger. Nou, vroeger was het niet een beetje. Tegenwoordig is het een stuk minder. Aangezien de T's het wel heel goed doen in dit toernooi en die het Pomping nu in één keer met die AWP 2 kills ziet pakken, dat had hij ook tijdens de ISLP Lux Summer Championships deed hij dat gewoon.
En nu is het weer een 3 tegen 3. Nou, dat Bode nog een nade kill pakt. Nigel maakt een 3 tegen 2 van. Dan wordt er gepusht door Don Juan. Die pakt er 1, die sterft dan af. Klaas moet een 1 tegen 2 klutchen. Je weet waar één man ongeveer uithangt. Ik ga nu een beetje bij het kijken waar Masti toevallig met de HWP naartoe kijkt. Dan gaan we even meekijken met Klaas. Wat gaat hij doen? Is hij nog net op tijd om Bodin te pakken? Nee, die is het hoekje al om. En dat betekent dat Klaas een grote achterstand zal hebben. Waarschijnlijk de fans in zal duiken. Aangezien je daarmee toch het makkelijkst naar beide sides toe kan. Volgens mij wordt er zelfs een beetje utility gegooid, waardoor hij niet uit de vent kan pieken. Klaas, zieke movement, wordt zelfs van Gitter de Molotov, dus we weten precies waar hij zit. Neem ik aan dan tenminste. En ik kijk door de X-ray en ze kijken relatief die kant op. Een beetje abstract, maar ja, dat is de beste kunstenaar ook. Terwijl Bodi daar dan aan de andere kant van de site staat. Pakt dan de headshot op Klaas. Die niet helemaal had verwacht dat die man daar heen was gelopen. Laat staan er zo klaar stond om hem te hitten. 11-10. Vanguard Esports Belgium weer eindelijk aan de leiding. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. En nu zien we heel veel CZ's bij de CT's. Vanguard Esports Belgium inderdaad aan de leiding. 1 ronde, maar dat is nog steeds de leiding. En dan lijkt het toch weer een beetje uit de hand van de heren van Gelder op de kruis. Gaat dan weer door die volgende top heen. Dan schiet dan eerst op zijn teammate, daarna op zijn teammate, killt dan toch wel Nigel. 12 kogeltjes over, wordt geneed, 34 HP, kan hier in ieder geval voorlopig niet doorheen pushen, springt nog even tegen een deur aan en is dan toch wel eruit. Bom gaat inmiddels richting B. Alle drie de T's zijn de vent ingesprongen en zijn met die bom naar beneden gegaan en gaan hem daar proberen te planten. Smoke wordt gegooid in de vent. Convix kan helaas de battle niet winnen daar bij Squeaky door. Kruis probeert Thomas en kan ook de battle niet winnen van Infernal. Infernal overleeft het met 4 HP, maar deelt een goede headshot uit op de Kruis. Ja, en dan waar Geldwolven zo goed aan het spelen was, gaat het nu zoveel minder. En jij zei al eerder wiens map ik dit was en wat waren de andere maps. Feest je die toevallig even voor mij? Tell me. Goed. Wat zei je als laatste? Wat de map ik's waren en van wie? Nook was de map ik in ieder geval van Vanguard. Verklaart dan ook. Dat betekent dus dat de tweede map ik is van Geldwolven. Ik ben even niet op de hoogte wat precies de tweede map is. Ja, terwijl we zien dat Kinzo 1 kill heeft, maar ook Masti 1 weet te vinden. En dat op de enige echte FPL speler, Verscheer, bekend tegenwoordig van Endpoint GG, samen met Don Juan, ook wel bekend als Yannick, die daar de Gfinity gaan spelen. En dan zien wij de 4 AK'tjes van Vanguard. Die smokes gooien op outside waar alleen Nigel langs gaat. Het is dus een beetje een feetje. Ik denk dat ze gewoon naar hem gaan en voetjes worden gespot door Kinzo. Maar aangezien hij daardoor even moest wegkijken, heeft hij dus niet kunnen zien of er meer waren of niet. Maar het valt me mee dat niemand van Geldwolven de fence in is gedoken. Niemand die daar bang voor is. En Infernal heeft 1 mooie kill, maar zijn ze dan niet bang voor de man op hut? En dat is Don Juan, die pakt er 1 kill. Heb je nog op heaven, heb je Kinzo. Config is ook dichtbij, dus ze weten, als ze dat zien, waar beide spelers zijn. Ze hebben 2 molotovs, ze hebben zelfs nog een HE. Dus daarmee kun je nog even doen, maar Smogger, waarom ben je daar in 1 keer zo in? Config, die rent gewoon zo uit, maar ik snap die push niet. Niemand heeft heaven gecleared en hij rent daar gewoon als een kip zonder kop in. Dat kost hem dan zijn leven en dat kost uiteindelijk waarschijnlijk daardoor ook de ronde aan Vanguard Esports Belgium. Geldwolven maakt weer een grote kans om deze map te winnen. Ze 7 die al op, ze 7 die AK en ze kunnen gewoon droppen voor elk ander. Nou, waarschijnlijk maar 1 speler die een iets mindere gun heeft en dat klopt, dat is de Kruis, maar die heeft daarentegen dan wel veel utility. 2 flesjes, een smoke en een molotov. Helemaal om early pushes tegen te houden op Nuke zeer handig zijn.
Maar de push lijkt vooral richting buiten te gaan plaatsvinden, want de bom bevindt zich daar ook. Dan is er eigenlijk maar één speler die daar in de buurt zal gaan spelen. En dat is, als ik het goed zeg, Fasher. Die bevindt zich buiten. Gaat daar dan waarschijnlijk zeer veel actie zien. Kenzo gaat richting Secret. En pakt dan de eerste kill op Nigel. Goeie pick van Kenzo. Fasher gooit zijn molotov. Wordt meteen geëxtinguished door de smoke die daarachter ligt. En Kenzo pakt een goede angle. Oh. Pakt wederom weer een kill. Volgens mij heeft hij daar ook een collateral. Ja, zeker. Heeft nog een nade. Gaat die nade connecten? Nee, net niet. Maar een 3 tegen 5 situatie is het wel. En Kenzo is daar eigenlijk in zijn eentje verantwoordelijk voor. Fasher ondertussen met een kill voor zichzelf op Masti. Nu alleen nog Smogger en Bowen in leven. En die zijn allebei aan het bloeden. Wel, als er, net als Fasher, zijn bloed zit lekker op die container. En lekker is er niet, want wij waarderen Fasher als persoon. Hij is verbaal kundig genoeg om onze beledigingen af te kunnen werpen. Af te kunnen slaan. En met wat leuke comebacks terug te komen. Smogger en Bowen, beide gemiddeld een 13 HP. Ik zou maar kunnen uitrekenen. Zitten ook aan beide aan andere kanten van de map. Gemiddeld ongeveer op de A-side. En samen moeten ze nog proberen iets te doen. Maar Don Juan pakt daar dan de kill. Don Juan is voor de kijker thuis Yannick. Maar zo wordt hij ook wel genoemd door menig teamgenoot. Bijna mist Smogger daar de kill en... God, dude. Ja, voor de kijkers thuis. Op dit moment is er een heftige facepalm sessie gaande bij de Tolder God. Tolder God ziet het even niet meer zitten. Ik snap het niet. Oh, en hij komt terug. Oh, oh, nee. I'm alive. Hi. Ja, ja. Ja, nee, ik snap niet waarom je zo dan jint. Hij had genoeg tijd, je zat ongeveer op 8 seconden. Dan kun je sowieso op dat gele rempje. Dan kun je het gewoon overleven, maar... Zo sad, terwijl Nigel dan wel een kill pakt op Kenzo. En dan is het de 5-4. Nigel heeft alleen nog maar 26 HP. Veel is dat niet. En ik ben benieuwd of dat nog wat teweeg gaat brengen. Of hij nog een leuke visvoer zal zijn voor een geldwolf. Of een leuk schaapje in dat geval, als we het over wolven hebben. Terwijl Bowen dan de kill pakt op Fasher. 2 entries dus. Nou moet ze door kunnen pakken. Klaas weet al wel iets terug te doen. Master pakt er dan één op hem. En ook Infernal weet de kill te vinden. Ditmaal op Config. Don Juan als laatste over. Tegen 4 man. Waarvan Infernal low AP is. Ja, zeer low AP zelfs. Die hoeft maar één kogel op een willekeurig lichaamsdeel te vangen. En dan zal die niet... meer een zorg zijn voor Yannick. Maar ik denk dat Yannick gewoon gaat proberen om voor exits te gaan. De economy van Vanguard proberen laag te houden en doet dat succesvol bij de eerste kill in ieder geval. Smogger die wordt gekild door Yannick. Ligt hier een AWP op de grond. Yannick gewoon gaat proberen zo lang mogelijk dit te rekken. Om zo die AWP in ieder geval te kunnen saven. Zal nu toch waarschijnlijk wel zijn gun gaan droppen. Even kijken waar die AWP heen. Nee, hij is naar links, Yannick. Yannick, no. Nee, vervlogen. I cry every time. I cry every time indeed. Nou, dan wordt dit weer een halve force buy slash een semi scrappy buy van de jongens van Geldwolven. Welcome to the hood of the nuke. Maar als ze met alles wat ze kunnen vinden maar gaan proberen te werken. Ziet het Fasher een beetje pushed bij outside, maar er is eigenlijk geen speler van Vanguard Esports Belgium die daar enige last zal veroorzaken. Dat is deze hostility gegooid, daar hebben we niet echt iets mee gedaan, want Yannick had er net een smoke neergegooid. En er komt zelfs nog een resmoke uit van Kenzo. Kenzo die zich heeft opgeofferd en alleen met een ZZ gaat werken, terwijl Fasher al helemaal aan de andere kant is. Heeft een wisseltruc gedaan met de man bij CT Red. Terwijl er dan gewoon daarmee een pincer movement is. Fasher is gestorven en Klaas schiet bijna zijn maatje door de kop. Dan heb je Bowen als laatste over en de laatste plek waar ze hem verwachten is waarschijnlijk outside, aangezien Fasher daar heeft gepusht.
Maar Fascher ging gewoon een lobby in, terwijl Bodin, hoe heet het, overzijde ging. Joep. En Rocket League streamen doen we niet aan, ben ik bang. Helaas niet. Deze Fragomatic hebben we dat helaas niet kunnen verzorgen. League of Legends wordt wel gestreamd. Ja, klopt. Dat is te vinden op Gamers Hub A, als ik het goed heb. Bowen. De A van apart. Bowen gaat dan die ABP. 7. Smogger doet nog even wat navraag naar hoe nou precies die persoon in hun rug is gepusht. Ik zou me alleen echt verbazen als hier antwoord op komt. Want dat is een beroepsgeheim. Dat is best wel handig om dat misschien een beetje geheim te houden. Te exploiten is leuk. Kun je nog wel mee. En het wordt 13-13. Bowen houdt de AWP. Kan een AK kopen voor een teamgenoot. Als hij zo sociaal is om dat te doen. En dan zullen we zien. Ze kunnen niet echt kopen. Maar Forcebuy is eigenlijk wel iets wat nodig is. Want er zijn twee man onder de 2K. En twee anderen kunnen gewoon kopen. En eentje kan droppen. Dus het klopt allemaal precies. Aan de andere kant zien we nu ook weer een goede buy. Alleen Kinzo heeft wat minder utility. Maar je hebt altijd iemand die wat meer heeft en altijd iemand die wat minder. En dat is het leven. Terwijl Kinzo dan de kill pakt op Bonin. Die AWP is in ieder geval neer. Terwijl het dus nog steeds 13-13 is. Entry aan de kant van de geldwolven. Smogger. Daar dan de eerste kill pakt voor Vanguard deze ronde. Deze gaat op Fascher. Kinzo met AWP houdt nog. Terwijl je Klaas dan in secret hebt. Die dan piekt recht in de crosshair van Infernal. Dat betekent dat het een 4 tegen 3 is. Voordeel dus bij Vanguard. Terwijl zij de entry verloren aan Kinzo. En dan gaat Don Juan gaat in onder aan Nigel. En dan heb je alleen nog maar Kinzo en Config over. En het valt mij op dat Kinzo toch wel die AWP claimt. Terwijl Config daar best wel goddelijk mee is. Maar ik denk dat het grotendeels is omdat Config bij Ramp speelt. En Kinzo zich toch wat meer richting die outside wil focussen. Mist daar dan een shot. En je ziet gewoon hoe tilt hij daarvoor is. Was dat raak? Hij mist nog een tweede. Nou, hij hit de tweede. Het is alleen een wallbang, dus het is geen lethal damage. Waardoor deze 14e ronde voor Vanguard Esports Belgium steeds dichterbij komt. Kinzo gaat al 7, Config gaat dan waarschijnlijk ook 7. En dat is spijtig voor de heren van Geldwolven. Maar het lijkt erop dat Vanguard Esports Belgium afstevend op hun eigen map winst. Yep. Maar die Alp en die AK die gesaved worden, dat kan wel eens ervoor gaan zorgen dat ook in deze volgende ronde de heren van Geldwolven nog wel de tijd hebben. In ieder geval de mogelijkheid hebben om terug te komen in ieder geval in deze map. Terwijl de schreeuwkoren rond de zaal gaan hier at Fragomatic 19.1 Mafia Edition. Ja, Mafia, of zoals wij het schrijven, Mafia met dubbel S. Zoals Floris het schrijft. Ik hoef mij niet te identificeren met fouten van een ander. Het is de Nederlandse schrijfwijze, hoor ik net, van Resident Encyclopedia en wijsneus Sander. Part-time production manager en Bonin is full-time badass. Met die AWP gaat hij gewoon entry, terwijl de rest van zijn team het niet zo goed doet. Behalve Infernal en uiteindelijk dan ook Smogger. Don Juan als laatste over met de M4 gaat hem waarschijnlijk 7 voor de laatste ronde. Want 1 tegen 5 ga je moeilijk iets kunnen doen, ook al heeft Smogger maar 3 AP over. Ja, en op dit moment hebben we het net over gehad. Dat kan misschien nog, Geldwolven. Maar als je zo geëntried wordt door een AWP die je bent gelopen, maak het jezelf ook wel erg moeilijk. En dan Don Juan kan ook die M4 niet 7. Wordt dan uiteindelijk getraind door Nigel. En dat is map point voor Vanguard Esports Belgium. CSGO. XXXMLG. 360 no scope Dorito. Mom get the camera. Oh, baby a triple. Baby a triple. Ja. Maar nee. En laten we zien of ze toch nog met deze vage force bij een of andere kunnen overleven. Nou ja, Fasher gaat het in ieder geval niet overleven. Smogger pakt dan ook een double kill. Dan is het ook een double kill voor Kinzo.
loopt daar naar binnen. En dan is het Convict die mee gaat doen. Kinzo met een triple kill. En die trekt op dit moment zijn team er bij de haren bij. En die zegt, we gaan hier nog niet verliezen. Nigel moet dan die Mori uit. En dan is het Kinzo met de triple. Met de quad, moet ik zeggen. En wat een ronde. En dan lijken we ineens, ondanks dat we dachten dat het misschien wel een map zou worden van Vanguard Esports Belgium, wel een mogelijkheid nu is voor overtime. De eerste overtime die we dan hebben gecast dit hele toernooi. En ook daarmee direct hebben gezien, want we hebben ook een paar matches gewoon laten afspelen. Ja, daar is een Happa Boys wel op zijn plek. En het is het Kinzo weer met de entry frag, met de AWP. Die jongen is gigantisch hard aan het gaan met Kinzo, de Big Green Gun. Die hit. En dan is het nu een advantage positie, een voordeelspositie voor de jongens van Geldwolven. Op dit moment lijkt de push richting ramp te gaan en dat is op dit moment een beetje verraten. Nou, niet heel erg verraten. Ik kies daar de onjuiste timing om die Molotov te gooien. Iedereen rent, sprint nu naar beneden richting B. Want Jean is dan het eerste point of contact. Raakt dan, dinkt eentje en vlakt er eentje. Was die met de double kill op Jean en Fasher. En nu een 2 tegen 2 waarbij Smogger op 1 HP zich bevindt. En Crazy rent gewoon zomaar de vent uit. Koos talentloos en dan heeft Kinzo zijn hele team nu meekijkend of hij hier overtime uit kan laten. Terwijl Convict niet helemaal blij is met de mapkeuze volgens mij. En 5 HP over op Smogger. Hij doet Kinzo het gewoon. Doet het gewoon. Overtime. Ongelooflijk. Zelfs Sander is hyped. Het is een wonder. Zijn snorharen gaan recht van overeind staan. En daarmee gaan we dus naar overtime. Kinzo had niet eens een kit. Dat is nog het ergste. Wat een play van Kinzo. Dropt even 26. Nou, dat is niet eens zo heel extreem heftig. Maar de rondes en de kills die hij pakte, oh zo belangrijk. En dat betekent dat wij meteen ook in de overtime gaan. Dat zal MR3 zijn, waarbij je 10k krijgt. En, als je dus verliest als CT, vooral met deze double op setup, dan kun je nog één ronde kopen. En daarna heb je eigenlijk letterlijk geen geld meer. En ondertussen zien we dat Kinzo behoorlijk wat chance heeft in de chat. Laat je nummer achter. Als je echt met hem wilt daten, dan zal ik dat naar hem doorsturen. Ik denk niet dat ik hem kan forceren om te antwoorden. Maar ik kan altijd een goed woordje voor je doen. Gewoon zeggen, is iemand uit Twitch chat? Vind je leuk? Hartje. Oh. Kinzo door de smoke en half wit Bolin daar killed. En Convict bij ramp door push met een AWP. Een gekke samenloop van omstandigheden hier. Die in het voordeel van Geldwolven uitpakt. Convict blijft gewoon kalm. Die flash boeit hem niet. En uiteindelijk is er nog niet een andere kill die echt voor hem klaar ligt om te halen nu. Infernal, nee, de deur eruit en ze gaan een A'tje doen. Oeh, dat weten we nog niet. Al helemaal niet als Nigel, Nasty en Infernal 1 voor 1 sterven. 2 voor Klaas, 1 voor Juan. En dat is dan 16-15 het voordeel van Geldwolven. Ja. En de semifinal van Sector 1 en Emcon is nog niet bezig, want ik zie toevallig wat Emcon-spelers achter Geldwolven staan. Die zijn wel geïnteresseerd in hoe dat allemaal verloopt. En ze lopen natuurlijk ook zo ver voor, altijd op de lower bracket, dat het nog wel een beetje ruimte overlaat. Dan gaat het rustig. Geen entries, nog iets wat onwennig is, want die AWP's die gaan steeds agressief en daar zie je het alweer. Kinzo gaat, Kinzo wint. Smogger, weg. Smokey in hut. En Kinzo gaat gewoon recht naar Secret via Vans. Het boeit hem allemaal niet meer. Ik zie hem al zitten. Het boeit me niet. Ik ga gewoon winnen. Ik wil spelen. Ze zijn zo slecht. Zit ik dan ook nog wel eens. En we zullen zien hoe slecht ze zijn als hij dit zo kan winnen. Dit is een Molotov voor het dak van hut. Iemand goed uit positie kan werken en daarmee A-teken een stuk makkelijker maakt. Terwijl Odin dan een kill pakt op Convict bij ramp. Dat verandert de attackplannen nog niet. Wel verandert het dat Klaas gewoon boos is en 2 kills kan pakken.
4 tegen 2 nu, Kinzo in Vents. Eentje in Ramp en eentje in Hut voor de T-side. Bodin gaat voor de Heavenflank. Heavy Franken niet. Kinzo loopt nog altijd rond met die AWP. Die AWP waarbij die al meerdere keer. Oh nee, hij whifft. Hij whifft het schot. En Nigel kan dan wel die kill pakken op Fesse. En dan is het Nigel die ook de tweede kill pakt hier op Sean. En gaat Kinzo dit nou weer doen? Gaat Kinzo hier weer de clutch pakken? Eens richting Heaven. Gooit een nader tussendoor. En dan is het Bowen die gewoon de angle houdt. En deze ronde is wel lichtelijk getroot door Geldwolven. Ze hadden de advantage. En op een of andere manier mag Bowen gratis op Heaven komen. En die kan daar, ondanks dat hij zijn eerste schot mist, een hele hoop druk zetten. Ja, ze hadden gewoon de entry en daarna werd het toch wel wat, niet agressief, maar slordig gespeeld. Waar er geen kans was op een refract en dat terwijl je gewoon meer man hebt. En Nuke, als je pusht, dan leent dat zich ervoor. En sorry voor de twijfeling in mijn stem, maar ik had een halve nies van onze productiemanager die zich netjes halverwege de nies ook wist te muten. Dat is een prachtige samenloop van bewegingen. Zelfs Daphne Schippers kan niet op tegen dat soort glorie. Ik word op dit moment versierd door Nino van Get Gaming. Heftig. Terwijl Convict dan met een passive aggressive angle de kill pakt op Bodin. Valt dan terug de ramp in en moet oppassen, want Infernal chase en Infernal kilt hem. Gewoon zit al in de fence en Kinzo zit al in hel, letterlijk en figuurlijk, want hij is daar net gestorven. Klaas ziet de vent breken. Klaas is een vent. En durft dan te pieken, maar sterft aan Smogger. Fasher met de repeak dan. Pakt dan wel de kill. En het is een 2 tegen 3. Endpoint GG. Boys versus Vanguard Esports Belgium. Dan gewoon tussen de flash. Tussen de kogels van Nigel, die daar wel een paar extra voor nodig had. 1 tegen 3. Fasher schiet het eruit. Hij komt. En er zit ook nog iemand achter je, schat. Dat is Masti en dat is Good Half in het voordeel van Vanguard Esports Belgium. Ik ben T-side in de overtime. Toch twee rondes pakken. En dat is geheel niet onverdienstelijk, om het eventjes zo te omschrijven. Sterker nog, dat is gewoon zeer goed gedaan. Dan mag Vanguard nu CT gaan spelen. Hier opnieuw. Ze hebben twee rondes nodig om het te closen. Ze hebben één ronde nodig om het in een volgende overtime te brengen. Kan Vanguard Esports het nu closen? Of wordt deze game, deze map 1 van deze beste 3, toch nog geprolongeerd? Wie weet. De tijd zal het leren. Time will tell. En tijd is maar relatief, zeggen sommige mensen, waaronder ik dan. Dat klopt. Kut begrip, relatief. Maar je kunt er vrij weinig mee. Convict achter die smoke bij ramp. Gaat het rustig één voor één creëren. En een bow in. Pakt dan de eerste kill. Op Fashion. Dan is het Kinzo die de refrag pakt. Op bow in. Streeft daar net iets te wijd uit. En dan is het Kinzo die daarvan kan profiteren. Yannick. Richting Speaky. Deur is er uitgeblazen. Wordt nu ook afgesmokt. Dat betekent dat hij in ieder geval eventjes daar niets meer kan doen. Eén speler bevindt zich bovenin A. Eén speler bevindt zich in Secret. En de andere die loopt rond op de A-side. 4 tegen 4, 45 seconden op de klok. Bom op de rug van Yannick. Hoe Nigel? Oh. Kleis delete Nigel, Kleis delete Infernal. En is het Smogger die dan nog een kill pakt, maar Convict die dan meteen weer goed treedt. En dat is een 3 tegen 1 situatie. Nu Masti, die zit nu op de B-bombsite en die vraagt zich af wat er in godsnaam zojuist gebeurd is. Ja, die moet even zijn zendmast uitzetten om wat communicatie te vangen, wat daar eigenlijk dus gewoon fout ging. Maar ondertussen is hij lekker aan het save, houdt zijn armen, houdt zijn kitje, houdt zijn utility. En natuurlijk die geweldige Star Trek M4 Dragon King. Terwijl er weer wordt fidget spinner. En die is af. Nee, geef het terug. Oh. Anders ga ik ook weer punts maken. Ah, fuck. En dan kijkt iedereen van ik had het best wel afgeleid. Ik kan gewoon zo niet praten. Het is vreselijk. En je kunt het niet ik ben aan het trekken, jongen. Laat me stylen. Oké, okay, goed. 17-17.
Een rondje gepakt door de CS-goden van Geldwolven. Hoppa boys. Hoppa boys. Tik hem aan. De squad van Kinzo. De Kwanzaa crew. Oh, oké. Okay. Maar goed. Push. Richting inner. Ja. Bom. Op rug. Convic. Kinzo. Deur in brand. Kinzo probeert dan toch die snelle pick te verpakken. Kan er helaas niet te lang. Wordt hem te heet onder de voeten. Klaes met de eerste frag. Niet met de tweede. En Infernal met de tweede. Frag. En het is... wauw. De eerste was... De tweede was Don Jean. Het leek even alsof dat ook Convic was. Ik wou net zeggen. Dan was mijn walvis lokroep iets wat misplaatst. Mijn excuses voor uw... Gehoor. Maar ik was zo verbaasd met die gekke movement dat dat nog een kill kon zijn. En nu zien we de achterplan 3 tegen 2 Kinzo met de AWP. 2 IK'tjes nog voor Utility. En Vanguard Esports spel. Het is al lekker aan het 7. Masti en Bodin. They just be rolling to CT spawn. Ja, that they are indeed. Engels, kwits. Very good. Is dit kwits nog te kijken? Nou, dat denk Dit is wel de beste bait om het eruit te halen. Terwijl Masti dan 2 kills weet te pakken en Don Juan als laatste over is hem, dan kan tweede. Maar Bolin overleeft het. 18, 17. En mappoint voor de Geldwolven. En u merkt wat voor zwaar leven ik heb dat ik en naast de fidget spinner en naast zo'n zangtalent moet zitten. Hoe ik mijn hoofd dan nog bij de game kan houden. Is echt een vraag. En dan ben je hem kwijt, hè? Gaan we in de hoek staan huilen. Terwijl we nu dus mogelijk de laatste ronde ingaan. In ieder geval de laatste ronde van deze eerste overtime. AWP voor Bowen heeft hij gezeefd in de afgelopen ronde. Kinzo heeft er ook een. Die blijft gewoon lekker kijken. Staren. Hopen dat hij geen staar krijgt. Dan in de fik gezet door een teammate. Iets wat onsympathiek. Klaas, waarom doe je dat? Kleine gekke Belg die je bent. Wel vast je daar op de rafters aan het chillen is. Hopen dat hij daar zo kan droppen. Hopen dat hij daar zo een kill kan halen. Ja, maar hij is echt al denk ik gewoon dat deze game al misschien zo'n 15 keer via heaven doorgelopen. Dat kan niet. Het is precies het aantal 10 rondes dat je hebt. Maar, snap het punt. Mm-hmm. Dus als hij dat nu weer kan doen, dan... Denk dat wel... Oh nee, nou dat gaat hij nu niet zo makkelijk kunnen doen. Het is Masti die daar zit. En het is Masti die dan ook die battle wint. Kan die AK voorlopig nog even niet ophalen, want... Wel een vrij ingewikkelde positie om daar een gun te gaan retrieven daar buiten op de rafters. Kinzo, nee dan, buiten A. Er zit iemand bovenop hut. Er staat iemand rechts van hut. En het is Jannik die dat absoluut niet kan. Het is Nigel met een double kill. Convic en Kreis pakken ook allebei een kill. En nu is het een 2 tegen 3. Convic met 22 HP. Kreis weet niet dat er iemand achter de vent zit. Infernal pakt dan die kill met de CZ. En dan is het in één keer een 1 tegen 3 voor Convic. 4 HP. En nog geen... Bombrand en... Klits is er. Klits is er. Kappen. Terwijl het 18-18 is. Tweede overtime. En het gaat redelijk gelijk op, durf ik te zeggen. Het is spannend. Sander is er blij mee. Ons eten wordt gehaald. Daar ben ik blij mee. Terwijl ik zag mensen met hun bonnetjes lopen. Dus dat is positief. En zo niet. Dan, Tristan, ze nu gewoon die bonnetjes weg. Dat is klaplijst.txt. Ja, dat is klaplijst.txt meteen uitgevoerd. En dan ga ik gewoon naar Stivo's doen, vraag ik nog advies en gaan we daarna lekker doorfeesten. En dan gaan we nu de tweede helft in Molotovs worden gegooid en wordt er zo hier en daar wat gepusht, maar nog geen kill gemaakt. Nog geen damage gedaan. Nee, oud in stoel Convic op dit moment. Kinzo zit al... Ze zit al helemaal in secret. Ja, dat is een geheim hoe je daar komt. Heeft hij volgens mij gewoon een teleport USB beetje voor. Hij wordt op dit moment weer gemorreld door Kleist trouwens, hè. Oh, dat is serieus al de zoveelste keer. En dit kan gewoon wel heel zuur worden. Nou, Fresher wordt gehit. Was dat een hit van Kinzo? Nee, want Kinzo scoort nu wel een hit. Convic. Crisp en clean lock. Rock. Hi. En dan zie je Smogger die Convic een headshot geeft. Klaas kan dat ook als hij even inspiratie heeft opgedaan door een teammate te flamen. Kijk dan naar hoog. Vasje heeft dat nu gecreëerd. Dus je hoeft er niet meer te kijken, grote jongen. Anders schiet je zomaar je maatje dood. Oh, ze hebben een donatie van 5 euro's. Dat is nep.
Wist je dat? Man. En Don Juan krijgt dan een headshot. Geeft hij lekker aan Masti. En hij heeft zelf nog maar 16 AP over. Smokker als laatste man. 1 tegen 4 situatie. Pusha dan ziet daar dan Klaas om de hoek staan. 19-18. 5 euro's op je mel. Maar. Knuffelman. Geldwolfjes. Eerste ronde in deze overtime is weer voor hun. Ja, daarmee werken ze dan wel sterk en hebben ze in ieder geval nu weer een goede start. Maar hij moet dat door kunnen zetten. En tot nu toe hebben ze dat nog niet gedaan, want ze hadden net gewoon net een match point. Konden dat niet afmaken, terwijl Masti gewoon even een, hoe heet het, HE ontwijkt. Gaat het lekker. Dus, oh my god. Gamersup heeft 100% gedoneerd. Ziek. Unglaubly. En ondertussen zwaai ik verwel naar de boys van Gert Gaming. Die op het moment in de lower bracket zitten volgens mij. Anders waren ze niet zo in goede mood. En dan zien we dat Kinzo gewoon ook wel aan het wallbangen is. Van ja, alles kan kapot. Het is Battlefield. Oh wacht, CSGO. En we hebben dan een podium in Secret. Klaas kijkt dit keer net voordat iemand piekt. En dan hoeft hij wat minder te flikken. En zelfs dat doet hij dan gewoon goed. Drie man spelen bij A. En daar lijkt Geldwolf wel naartoe te gaan. Twee entries, maar er zit nog een derde. Dat is Infernal. Die zit nog opzij. Die pakt één, die pakt twee. Kan geen derde halen. Masti moet het in zijn eentje doen. Tegen twee man. Fasher en Klaas. Nou, Klaas heeft geen Molotov. Dus daar zal Dion vast wel blij mee zijn. Eerste man is dood, laatste man is Klaas en volgens mij zijn zijn voetjes gespot. Klaas maakt het dan af, pakt de 20ste ronde en maakt het dus een stapje dichter bij een mogelijke win. Gaat het gebeuren? Dat is de vraag van vandaag. En dan hebben wij een AWP nog altijd op Kinzo, of eigenlijk moet ik zeggen weer. En geen enkele rifle bij Vanguard Esports Belgium. Deze laatste ronde, ze hebben twee rondes gekocht, ze hebben twee rondes verloren. En dan krijg je dit soort onbenulligheden. Nee, het doet vrij weinig damage aan Config, in totaal maar 9. Maar ja, kan niet alles hebben. En, was hier al een map voordeel voor iemand of niet? Nee, nog niet. Dit is wel de map pick van Vanguard Esports Belgium. Config 4. Config zijn aim, die zit er wel goed op. Kinzo ook weer met de afvrek op Bowen. En zo gaat dan een mooie gooien richting aan me. Wordt helaas geëxtinguished door de smoke die daar al ligt. 4 tegen 3, bom op de rug van Don Juan. Lijkt zich richting rem te gaan bewegen. Of dat dan een A of een B play wordt, is dan weer de grote vraag. Op dit moment lijkt het alsof het een play gaat worden richting B. Want twee van de spelers van Geldwolven bevinden zich daar al. Kinzo staat klaar met een smoke om die uit de deur te gooien. Infernal is inmiddels naar beneden gekomen via de ladder. En gaat nu Kruis vinden. En raakt dan ook een goed schot op Kruis. 3 tegen 3 situatie. Bom is geplant. Deurtje is nog afgesmoked, dus Inferno kan daar voorlopig in ieder geval nog even niet doorheen. En Kinzo bevindt zich achter de site, is dat Smogger die hem killt. Convict pakt dan de eerste daar op Smogger. Money Nate. Money Nate op Convict. Nee, geen Money Nate op Convict. Die heeft dus 9 HP. Oh, ze gaan nooit verwachten dat Don Juan hier zit. Gaat hij succesvol kunnen sprayen door de smoke? Oh, dat is 1, dat is 1, dat is dat. Ja, en hij doet het! Hij pakt de 1 tegen 2. Een double spraydown. Reset zijn spray even rustig en killt hem dan door de smoke. En dan is het de, wat? Ik wilde zeggen de overtime win, maar waarom leaft Vanguard Esports? Het is halftime. Hallo, jongens? Oh my god, Smogger, please. Bliaat. Please, let me smash. No, I won't. Maar ja, dat... Nou, goed, oké. Okay. Hij is er weer, gelukkig, maar ik was weer in paniek en... Er zijn nog niet echt heel veel uitschieters qua kills. Je hebt Klaas die dan bovenaan staat met 35. En aan de andere kant heb je dan Infernal met 37 die goed zijn best doet. Maar verder is het niet super spannend. Ze gaan weer door. De pass is gecanceld al redelijk snel. Smoker merkte dat hij gewoon dom bezig was.
En hopen dat hij daardoor niet al te zwaar getild is. 2 AWP's voor de Geldwolven. Geen enkele voor Vanguard Esports Belgium. Die gewoon keihard doorbost. Keihard aan het doorrennen is. Zien daar dan 1. Zien er dan 2 kills in hun voordeel gaan. En zelfs nog een derde Klaas zit er dan ook. Gaat door de smoke. Gaat dan een kill pakken. Maar er ligt nog weer een ander smokeje voor. Nigel springt omhoog. Hij gaat dan waarschijnlijk een Klaas zien. Doet dat dan ook. Komt ik als laatste over. Gaat nu waarschijnlijk gewoon 7-1 tegen 3. Maak je niet veel kans. Vooral niet als je geen upgraded pistol hebt. Sterft dan. En dat is Rip. Ripper de Pip. Ja. Ripper de Pip. Hoera. Wordt dit dan weer een geprolongeerde overtime? Of gaan, zal ik zeggen, de jongens van Geldwolven het nu gewoon wel eventjes doortrekken. Tot de eindstreep, tot over de eindstreep moet ik zeggen. En zo, met die AWP richting hoog A. Tot dan niks wat early hut uitkomt. Ja, en het is even de vraag, het is even spannend. We kijken ook ze nu dan even naar het publiek om te zien of er nog bepaalde reacties zijn waar wij uit kunnen afleiden. Wat er misschien gaat gebeuren, maar dat is altijd een beetje lastig. En wij gaan het dan natuurlijk ook niet spoilen als wij die informatie hebben. Want hashtag spoiler alert, het is een spannende match. Het is nog 5 tegen 5, het gaat niet heel snel door. Juan zit bij de raampjes te wachten, schiet hij dan ook alvast uit. Zodat hij of iemand anders dan makkelijk doorheen kan rotaten. Flashbang naar Squeaky, maar niemand die het echt piekbal kent. Zo die daar heel laat mee is en gewoon een headshot vangt omdat hij zo laat is. Smogger weet dat toch wel weer mooi voor elkaar te krijgen. Gemollied, Pasje wordt gekild en ook Klaas gaat in onder. 2 man nog over, 1 daarvan is Convict, de ander is Don Juan, ook wel bekend als Yannick. YNC. En niet de YMCA. Convict gaat 7, Don Juan doet hetzelfde waarschijnlijk bij Ramp. En dan heb je hier een 21-20. Nog steeds map point voor de heren van Geldwolven. Maar ja, ze moeten nog even door. Want je moet wel eerst even die map winnen voordat je helemaal blij kan gaan en kan gaan schreeuwen. En dan pas kun je high fives gaan doen. Dan kan je weer gaan roken. Dan kan je weer even naar de wc. Wij hebben dan even pauze. Terwijl Don Juan bijna doodgaat. En Convict nu even de defense moet innemen. Hij is nog vol AP en die flashbang maakt het voor beide partijen erg lastig. Convict piek, Convict gaat dood en Don Juan heeft dan geen nade in zijn hand. Wel een nade in zijn hand, een flashbang, die gooi je niet net weg. Dat is dan ook zijn einde, het is 21-20. En dan is dit op of eronder. Wordt dit een derde overtime of niet? Tijd zal het leren, ik durf het nog niet te zeggen. Want de heren van, hoe heet het? Geldwolven hebben eigenlijk weer niks aan buy. Ze hebben CC's, ze hebben een MP9, ze hebben een P250. Ze hebben een beetje utility, maar dus gewoon geen M4. En dat is iets wat je toch wel nodig hebt tegen een team als Vanguard Esports Belgium. Die zich klaarmaken voor wat lijkt op een A-take. Kinzo springt, zegt goeie nee. Ondertussen komt even Mias geroepen. Onze echte helden van de dag. Onze back-office weet ons altijd blij te maken, weet ons altijd te verwennen. En dan nu, is dit de laatste ronde of gaan we nog even door? We zien daar Klaas in gevecht. Kinzo pakt dan de kill, Convict gaat dood en daar zijn in één keer 2 kills. Klaas pakt er 2, zijn derde van de ronde. Nee, Kappa heeft er maar 2 in totaal nu. Want die eerste was alleen maar een beetje tegen elkaar aanschieten. Nigel als laatste tegen 4 man van Geldwolf. En wat toch wel een hele scrappy by Lake. Lijkt in één keer toch wel de winnende formule. 22-20 is het einde. En Vanguard Esports Belgium heeft de eerste map verloren. We gaan waarschijnlijk even een korte pauze hebben. Wij gaan even eten. En wij zien jullie zo terug na de commercial break. Tot straks.